why <tomitised> <inhibited> why <Wow. tomitised> i can help it i love the way you feel it's <tradited> <translate> yeah, not good for me no good i try to handle my repression but it won't let me leave i got a problem and i don't know what to do <translate> what to do what to do <lation> Onze neven, onze nichten, we hebben weer iets meegemaakt vandaag. Ik ben het moe, ik ben het moe. Ik, dat, ik snap het gewoon niet, waarom kunnen mensen niet gewoon normaal doen? Ik ben het moe, ik ben het moe. We zijn toch gewoon normale mensen nee? We zijn toch gewoon normale mensen. We praten toch gewoon normaal, we het yes. toch gewoon normaal. Yes. Hey. Yes. hey! Hey! Guys, luister. We hebben weer iets meegemaakt. We komen hier aan, gelijk elke zondag, we komen onze podcast opnemen, dit dat. vandaag hebben we een heel interessante gast. Jullie gaan het zeggen we zien wie. Of jullie hebben het al gezien aan de thumbnail. Waarschijnlijk aan de titel. Francesco Patera. Ja, Francesco Patera. We hadden nog een special guest, blijkbaar, maar dat wisten we niet. <laughs> we hebben een intruder gehad. We we been... Letterlijk. Dus hoe we aankomen, eigenlijk is het zo begonnen. Hoe we aankomen, nee, 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 dat is niet waar. We zijn aangekomen, we zijn bezig. We zijn, we zijn onze podcast aan het opnemen, dit, dat. We hadden een beetje vertraging, zoals vaker. Luister, deze keer was het niet te laat. Ik zweer dat iemand was te laat deze keer. De eerste verkeerd in mijn leven. Dat is ook niet waar. Op maar... de podcast wel, denk ik Echt, dat kan. Ik denk, de eerste keer dat ik te laat ben op de podcast. Moi, ik was niet te laat, ik ben blij. <laughs> ik was ook te laat, mate, maar ik was gewoon later. <laughs> ja, dat is waar. Dat is waar, ik zeg het letterlijk waar. Ik dacht, ideaal, die stuurpersoon, maar ik zeg, lees er zo en zo. Ik zeg, nee, ideaal. <laughs> <laughs> um, dus we komen hier aan, we beginnen met de podcast, bla bla bla, alles in orde. En dan. Nee, dat was voordat we opnamen, toen we ons jullie al konden praten. Zei, ja, tot hoe laat gaat dat duren, dit, dat, zo, zo, zo. Ja, ja, ja. Dus wij zeggen, ja, dat gaat nog een uur, dat een uur duren, bla bla, bla. Die doet het al moeilijk aan doen, maar daarna die man het weg. Mooi, oké, alles in orde. We zijn een podcast aan het opnemen, we zitten ongeveer een half uurtje diep, denk ik. half uur, oké. Ja, ongeveer half uur bezig. Nu, je moet denken, we, we nemen al afleveringen op van ongeveer een uur en een kwartier of zo. Soms kappen we dat al naar een uur, soms zelfs vijftig minuten of zo, maar we, we doen dat liever niet. We hebben liever langere, langere afleveringen. Dunno, uh -huh. so dat we dieper kunnen gaan in die gesprekken en zo. In ieder geval, dus we zijn bezig een half uur. Nee, die man komt gewoon naar binnen, die komt hier gewoon staan opeens. Ik zweer u met een gezicht, hè, van een mond, hè, van hier tot, tot aan de grond. Ja, ja, ja dat was heel. Die was, uh, was hier met een boodschap. was een Ah, dat was een duidelijke boodschap. Ja, uh, en wat er vanaf dan is gebeurd, gaan jullie eigenlijk zelf zien op het einde van deze aflevering. Het dus blijft zeker tot het einde. Ik zeg gewoon te echt zien. Ik ben een het, beetje boos geworden. Het enige dat je willen zien, het enige dat zien, dat is uh, entertaining. Iemand is ook een beetje boos geworden. Ik ben ook een beetje boos geworden. Nee, boos. Uiteindelijk. <laughs> Pening, is als anders. je ziet het gewoon mijn handshake yeah. Hey motherfucker! <laughs> oh, ik zit wel boos. En die oh, zijn naam niet zeggen, maar we weten al wie dat is. Heb proberen. Ja. Dus, uh, maar jullie gaan dat zien thuis. Normaal gezien staat het er allemaal op. Alles oh, staat zien. er op Broer. broer. <laughs> <laughs> ja, um, moeten we daar nog iets over kwijt? Weet je wat dat. Is hè? normaal gezien? Uh, zal de situatie uitleggen misschien. Wat ja. eruit is fout gelopen. Mm -hmm. Dus. Dat is wel toen je we hier aankwamen. We kwamen hier aan en iemand komt naar ons en zegt ja, tot hoe laat heb je de podcast dit, dat. Wij zeggen ja, tot zo laat. Hij zegt ja, maar dat is te laat, zegt hij, want ik moet om twee uur beginnen, om drie uur beginnen. Laten we zeggen drie uur. Twee uur, uur, uur. Ja, ja, uur moest hij beginnen en laten we zeggen dat wij tot half drie gingen zijn. Dus wij zeggen ja, tot half drie. Die zegt ja, nee, dat is te laat, want om twee uur moet ik beginnen. Maar als ik je zeg, die komt hier. Die begint die hele gesprek al met een hele attituur. En er is een heel veel toon ook aanwezig. Standpunt? Ja, dat was heel duidelijk. Terwijl wij zijn gans vriendelijke jongens. We zijn heel lief. We zeggen, oh, maar er is toch geen probleem, je rustig. Bla, bla, bla. Alsjeblieft, een, een kleine speling van een twintigtal minuten. Dat kan niemand kwaad naar maken, gezien, dat toch? Al, dat was altijd te vragen. Twintig minuutjes. Echt waar? Dat is echt niet zoveel gevraagd, denk ik. Uh, en dan dacht hij, ja, maar nee, dat was niet de afspraak en bla bla bla, maar wij hebben helemaal geen afspraak gemaakt. We stonden in contact met iemand anders, los van die persoon. En daar tegen hebben we gezegd, ja, we hebben nog een aflevering, na die aflevering kunnen jullie opnemen, geen probleem. Um... Want we delen de studio hier, hè? dat is misschien ook nog niet duidelijk. Ja, dat is waar. We delen de studio waar we in zitten, deel, delen we. Ja. We, zijn, uh, we gebruiken die. Met ik... andere mensen die minder succesvol zijn dan ons, just so you know. <laughs> Dat heb ik niet gezegd, maar geen <laughs> uh, ja, Iedereen is al sinds zijn ding bezig. Maar we vragen niet veel. Hè? We vragen echt niet veel. Um, dus hij zegt, ja, dat is niet de afspraak. Bla bla bla. Wij, wij proberen hem uit te leggen: maar ja, maar er, er was helemaal geen afspraak. Er, er, was geen, er was geen afspraak. Dat was onze communicatie. We hebben gedacht, we hebben deze aflevering. Na nee, deze aflevering is het studio van u, geen probleem. Maar daar kon uh, meneer niet echt mee lachen. Dus ik begon al, oh ja, ik zal eens een paar telefoontjes gaan doen, dan zullen we zien, bla bla bla", Tijdens en de aflevering. Hè, zo hier in de ronde hoort geheel de telefoon ja. afgaan. Dus terwijl hier Europees kampioen Francesco Patera zit te praten met ons. Komt hij ons de ballen breken? Beetje wel wel. Ja. Ik zweer nu. Bij deze ook echt onze excuses voor Francesco. Jongens, jongen is Francesco, sorry. Ja, ik zou echt sorry, want we hadden heel graag minstens een uur willen vullen met u. En dat was een dikke aflevering, tot dan. Dat was echt goed aan het gaan. Ja. Dan dan mag zien, maar je gaat echt. dat is echt, tot dan is echt een, goed, een goede aflevering. Ja. Dus deze app, helemaal kijk dat, dat Ja, goed, die is wel echt. kijken. laat ik even aan kijken. van begin tot einde. <laughs> ja, ja, we hebben weer zo één meegemaakt. ja. Um, in ieder geval, dus die was zitten en zeggen, Ik ga bellen, we die ons inderdaad rond bellen. Die was ons een beetje aan het storen terwijl we bezig waren. Maar ik weet, we zijn professional, dus we kijken daarin. We waren gefocust op. Francesco Patera. Dus Patera. die dacht, kregen die mannen hun aandacht niet? Ik ga even naar binnen gaan. En toen is. En uh, then all hell broke loose, hè? Toen hebben we de dak ervan afgehouden. <laughs> dat was een beetje een goede samenvatting van wat er is gebeurd. Ik denk het wel. Moest, moest er nog iets. Uh, nee, dat, is een, dat, is, dat is een beetje een backstory, gewoon. Want je gaat, ik zeg, je gaat denk ik, ik denk dat je heel de conversatie. We gaan ons best doen. Je gaat heel de conversatie van begin tot einde volgen. Er zijn een paar onsmakelijke dingen gezegd geweest ook. Uh, langs ja. onze kant niet echt, maar er zijn wel. Zo'n beetje een paar vreemde dingen gezegd. Wij zijn van niemand afhankelijk. Wij zijn van niemand afhankelijk. Wij gebruiken deze, uh, deze studio in een win-win situatie. Uh, wij weten zeker dat we aan deze studio ook een, uh, een goede hoeveelheid credibility bieden. Ja. Uh, zeker aangezien al de gasten die wij krijgen, die komen hier in de studio ook uiteindelijk. En ik denk dat er nog niet zo'n dikke gasten zijn geweest hier. Dat denk ik ook niet, nee. Dus We hebben echt al een serieuze. Uh, hebben ze nog maar een jaartje bezig? Ja, een mooi lijstje namen hebben we hier al in het gebouw gestoken. Dat is waar. En ding is zoals iemand zegt, we zijn van niemand afhankelijk. Hè? Luister, je moet weten, er zijn mensen die willen investeren in ons. Er zijn mensen die studios ter beschikking willen stellen voor ons. Een studio is eigenlijk niet zoveel moeite. Ja. Snap je? We regelen. Want bij de vreemdeling, die we het in woonkamer. Snap je? Letterlijk. Dus, dus een studio. dat is leuk en zo en dat is mooi. En we appreciëren dat. We maken er gebruik van. Hè? Maar van zodra er wordt gezegd van. Uh, Jullie mogen blij zijn dat we jullie de studio hebben gegeven. Wat werd gezegd? Dat begint onsmakelijk te worden. Hè, ja. Want uh, zo wordt er niet naar gekeken, langs mijn kant toch niet. Als... Inderdaad. Nee, nee ja. zeker niet. Nee, nee, zeker niet. Dus als je binnenkort een scène switch ziet, dan weet je hoe dat komt. Dat goed komt. Maar voor de rest all good vibes. <laughs> dat is waar, we blijven positief hè, weet. dat je we weet. We zijn positief. Ja. Is geen, uh, het, is, het, is geen, het is geen ramp, maar uh, het is gewoon onsmakelijk. Dat is waar. Ik was wel boos geworden ik zweer. We moeten nou, ja. ik denk dat je dat ziet. Ja, ja mijn neef. Ik was ook boos geworden. Mijn neef ik was boos, maar we hebben ons gemuseerd wel, dat wel. We hebben weer eens meegemaakt. Dus luister, blijf gewoon kijken, ik blijf Laat kijken. weten, laat weten wat je ervan vindt. Ja, weer ik zweer, laten weten. Nu mogen nee. jullie echt wel reageren. Zeg gewoon, hebben we gelijk, hebben we geen gelijk. Ik wil weten wat jullie vinden. Ik ga het ook. Zeggen. Er zijn heel veel, die, die, die huh? er heel veel mensen die elke aflevering kijken. Ik weet dat er heel veel mensen elke aflevering kijken, maar het begin in te plaatsen. Huh? Dat is waar. Dus ik wil wel zien wie er elke aflevering kijkt. Ja, dus als, als je dan kijken nu. Goeie reactie. Ja. En nu we het erover hebben, dikke SO naar Matteo. We hebben ons gezien, uh, Cartier Bleu. <laughs> SO naar Matteo. SO naar Lotte van Wezemael. Huh? Wat? Kennen we die of we ah, zijn wel niet homies. Oh, we hebben je toch ontmoet? We nee? ah, ja. hebben toch al met je gepraat en zo. Uh, ja, ja. Ben je niet komen, zei die? Zijn dat niet komen? Ja, hè? Lotte van Wezemael. Zeg, ik ga het kijken. Maar ik ga wel komen, zei die. Zij, ja? Dat was zoiets, ja. Dus oh, hij stuurde me een DM. Ik... We gaan de regelen, zei die. Toen dus zei ik, oké, okay, maar ik moet wel antwoorden, hè? Ik schreef niet geantwoord op een DM. Lotte. Lotte. Goed geantwoord, niet op een DM. Ik ik er al aan. Ik schreef probeer het niet te kraken. Je bent een mooie meisje, ik probeer het echt niet te kraken. Ik nee. wil je gewoon op de podcast krijgen, dat zou echt fijn zijn. We gaan ons amuseren. Zwaar. Toch? Dat zou echt een leuke aflevering zijn, ja. Dus alsjeblieft, kom. Hij ja, zei, dat is ook nodig voor de stegema's in de breine gemeenschappen te doorbreken. Pff, als je dat mooi wilt omkateren. Snap je. We doen dat voor... Samenhorigheid te creëren. Samenhorigheid in de mijngemeentes. Voilà. Mannen, geniet van deze aflevering en tot de volgende.